Anders. Nou, zeg het maar, Toon. Ja. In de camera. Alle mensen, een zalig nieuwjaar. Ja, gelukkig nieuwjaar. Hoe was het met de belagen bij jou aan de deur? Ja, een stuk of 30, hè. 30? Vier meer als vorig jaar. Dus. Nou, dat is een stijging. Wel een stijging. Dat is een stijging. Alleen, je staat onderhand wel 3 uur uit te delen. Ik had er 9,5. 9 vlagen en een babytje op de arm van de moeder. Oh, dat was een halve. Ik denk, die tel ik wel voor een half met. Ja, nee, maar die zullen me meteen snoepjes metgegeven en volgend jaar. Ik zeg, neem met, want dat kreeg ik toch niet op. Nee. Maar de actie verder in Nijberg was geloof ik wel een succes. Niks raaks, redelijk geslaagd. Ja, muziek, er werd flink uitgedeeld. Ja. Wat normaal wel, hè. Dat is het beste halen. Dat is het beste halen. Jan en Mia. Ja, Uithofferen. Uithofferen? Ja. Goeie bekende van al. Ja, Jan ken ik goed. Dat heb ik al. Ja. Hoe lang getrouwd? 60 jaar? 60 jaar, ja. Diamanten bruiloft, Jan en Mia en Uithofferen. We geven gewoon even een felicitatie nog even gauw. Ja, moet kunnen. Moet kunnen. Jan en Mia provisie gehad. En veel jaar erachteraan. Veel. Begin dus eerst naar de 75. Kleine stapjes. Ja. Moet Splinter moet dat eigenlijk overnemen van ons. Die taken, zo feliciteren. Ja, en als Splinter niet kan, hebben ze nog reserves. Hebben ze nog meer reserves. Maar als we de bloemen vergeten, dan schiet het ook niet op, hè? Nee. Maar wie moet die bestellen? Ja, maar ik denk, wie niet? Manon? Ja, dat is geen goedkeurde. Zaalvoetbaltoernooi. Ja. Goed succes. Dat is, 53 teams. Internationaal deze keer. Ja. Hè, met de TSV Weetse was erbij. En de burgemeester van Weetse, nog was wel. Ja. Nou, ja. Ulrich Franke. Ja. Prijs uitgereikt. En wie was er ook weer? Splinter. En de bloemen vergeten weg. Nou, dat weet ik niet. Zou ik hem noemen? Nee. Die bekers die hadden we dan. Maar het was een mooie. Een mooi toernooi, al jarenlang trouwens. Hè? Ja, zeker. Dat is altijd. Ja, altijd goed. Die flitsende momenten. De flitsende momenten? Van het jaar over zegt. Van Maasduin is het raam. Ja. Ja, was goed bekeken. Ja, zeker. Was snelle filmpjes, ja, snelle montage. Ja, je had het goed in elkaar gedouwd. Goed gemaakt. Ja. Goed gemaakt. Toch wel een keer pluspuntjes. Maar ik wil niet veel zeggen. Ons jaar over zich was ook niet te versmaden, hè? Ja, ik weet het niet. De wat, hè? Ik weet niet of er veel gekeken is. Maar. Ja, dit is voor goed dik bekeken. Meer als op Maasland bekeken. Meer. Ja. Ja, zeker. Nee. En Maasland en de televisie is uit de lucht. Ja? 44 is uit de lucht. Alle hele week. Je hebt de contributie niet betaald. Ja. We kunnen in ieder geval nog wel steeds naar Sinterklaas kijken. Maar. Ja, maar dan... Ik weet welke van de afgelopen jaar of twee jaar terug. Dat weet ik niet. Maar dan hulp Sinterklaas nog steeds. Ja. Wij mogen nooit beginnen. Hij zit er al een jaar aan als wij. Ja. Schaald. Zitten we erop toen? Ja. Al het jaar hebben we nog wat gedaan. Ik heb niks afgevuurd, maar bij mij in de buurt wel. Het goed geknald bij jullie? Ja. In Bergen nog. Ik snap Bergen niet. Is begonnen in Bergen, in Sierwald was dat. Met dat kabiet schieten. Als een nieuwe locatie. Ja, maar ik geloof die toegang toch moeilijk te bevaren was. Maar als Duin Centraal wou er ook in. Ja. Dan kon ze het niet vinden. Ja, dan kon ze het wel vinden. Maar ik kwam niet ver genoeg. Ze moet een treinwagen aan het schaffen. Ja. Maar en al dat mee zelf, met vuurwerk. Net flink geknald, hè? Ja. Net flink geknald. En een beetje te veel mee, hè? Ja, dat was op dat netje speelveldje daar. Het trapveldje van de school, van klim op. Ja, daar hebben ze mooi versierd nou. Boah, het zag eruit. En dan op de dingenplaats ook van de school, de speelplaats ook. Ik vind dat ze die gasten wel moeten... Pakken, ze moeten het doen zoals in Aalbergen, op de Bidden-Maria-school. Ja. Gewoon gezellig, vuurkorfje erbij, biertje erbij, zagen ja. Ja, toen we allemaal niet vernieuwd te worden. Hè? Al die vrolijke kussen. Ik kan geen comfort hier naar Aalbergen. Had je de problemen met dat? Ik niet. Toen, we zaten te doen van het weekend. Ja, weer genoeg. Hè? Ja. Wel, fotoclub. Wel, de fotoclub en een expositie. Ja. In de buurt. Is leuk om dat te kijken. Verder hadden we natuurlijk
De carnavalseizoen begint. Ja, het begint. Ja. Lachgala en zaterdag. Of we elkaar zien, weten we niet. Weten we niet zeker. Nee. Als we elkaar zien, zien we het er niet veel meer, denk ik. Want nee, daar zullen we vlug moeten zien. Zullen we een raad moeten zien. Ja. En dan hebben we natuurlijk ook de Nijhoffsreceptie. Ja. In de buurt in Siegewald. Dat is woensdag. In de buurt in Siegewald. Klaproos Siegewald. Ja, juist, jongens. Ik wou het testen. Ja, nee. Dat is woensdag. Dat is woensdag, ja. Woensdag, 8 januari. Klaproos Siegewald. Gratis bier op de kosten van de gemeente. Ja. Toen gaat het hard. Ja. Minder als een week duurt het nog. En dan... En dan ligt de krant... De eerste Maasduinenkrant ligt dan in de bus. Bij iedereen in de gemeente Bergen. Ook de buitengebieden, alles is afgeregeld. Verenigingen zien er klaar voor, het is helemaal klaar. Is het helemaal rond? Het wordt geregeld. Zo. En dat vind ik wel stom. Ja. Willen ze een eerlijke enquête ingevuld hebben, hè, over de dienstverlening? Kan nog tot toejaar kan dat invullen, tot de 10 januari. Ja. Enquête over dienstverlening voor de gemeente. Ja. Nou, kunnen invullen, mooi. En je kunt een iPad winnen. Ja, of dat moet er wel heel positief alles invullen. Of dat, helemaal dat, alles helemaal negatief. Dat riekt naar omkoping. Ja, dat zou je goed kunnen. Ja. Nou, ik wil even zien hoe ze dat uitloten dan. Ja, nee, dat kan niet. Dat kan niet. Dan kunnen ze ons twee vragen. Ja, nou, gooi eens wie dat een iPad dan bent. Ja. Ik, hè. Ga dat goed met de app doen. Ja. Al meer dan 3200 keer gedownload. Dat blijft veel. Dat is veel. En er zitten al nieuwe dingetjes op. Nieuwe gadgets zitten erop. Moet er maar even mee piemelen. Dan is gewoon heel leuk. En je kunt wel een werk terugkijken. Ja, dat kan ik alles ook. Dat is het allerleukste. Ja. Zitten we erop doen. Ja. De eerste wat een week van 2020. Hè? In de huiskamer bij... Bij Bart en Brigitte natuurlijk, ja, hè? Ja. Woorden anders. We bedanken Bart en Brigitte in ieder geval voor de gastvrij ontvangst. Een lekker gebak, koffie. Was geweldig. Volgende week zitten we in Siegewald bij de Bessenminders. Ja. En dan gaan we daar eens even kijken hoe het is. Als jullie het filmpje leuk hadden gevonden, even een duimpje. Ondergaan we. Deel. Ja, je bent het nog steeds. Een fijn weekend, tot volgende week bij de Beste Bieders. Was ik dat wel eens vergeten dan? Ja, geef ik het alles. Hoi. Mende, woensdag, Nijhoffsreceptie. Ik denk dat we toch even moeten drinken. Even Manon goeiedag zeggen. Ja, even Manon. Wat we even doen. Zalig naar jou, man. Zalig naar jou.